Donderdag is het 1 juni en dan begint weer kundig gezien de zomer. De astronomische zomer laat nog even op zich wachten, maar als we dan terugblikken naar het voorjaar wat bijna achter ons ligt, werd die vooral gekenmerkt door veel wisselvalligheid, lange perioden met regen. Er is ook echt wel veel regenwater in Nederland gevallen. Dus velen van ons hoopten eindelijk op wat stabieler weer. Die werden op hun wenken bediend, want het is momenteel heel erg kalm in de atmosfeer. In onze omgeving, tenminste. Met veel ruimte voor de zon. Geen neerslag en ook niet al te veel bewolking. Maar dat laatste is wel sterk afhankelijk van waar je woont in ons land. of waar je misschien nu op vakantie bent. Dan pak ik even het satellietbeeld erbij. Even naar die bewolking van bovenaf kijken. De kern van het te hoge drukgebied ligt ten westen noordwesten van ons, daar omheen een noordelijke tot noordoostelijke stroming. En boven de Noordzee komen dan van die uitgestrekte wolkenvelden tot ontwikkeling. Vaak is dat stratocumulusbewolking, zoals we dat zo mooi noemen. En als dat wat meer openbreekt, dan lijken het schapenwolkjes. Maar die velden kunnen af en toe ook wel hardnekkig zijn en schuiven soms ook het land binnen. Dat zien we hier vandaag ook wel gebeuren, vooral boven de Waddeneilanden, maar ook het noorden van Groningen, Friesland en de kop van Noord-Holland krijgen af en toe met die wolkenvelden te maken. Terwijl verder naar het zuiden, ja, daar is dan gewoon een strak blauwe lucht zichtbaar... met hooguit wat van die kleine stapelwolkjes. Die bewolking in het noorden en zonneschijn in het zuiden... levert ook een behoorlijk temperatuurcontrast op... Op de Waddeneilanden niet eens 15 graden. Terwijl in het zuidoosten van het land gingen we vandaag al richting die 25 graden. Een temperatuurcontrast van meer dan 10 graden. Alleen door die bewolking in het noorden en de zon in het zuiden. Nou, gaan we dat verschil dan kwijtraken de komende 10 dagen. De atmosfeer zit behoorlijk op slot. We zien hier in de animatie van het Amerikaans weermodel dat hoge drukgebied weer terugkomen, hier net onder het tijdlabel. En als ik de animatie dan even ga starten, dan valt op dat dat hoge drukgebied eigenlijk niet of nauwelijks van positie gaat veranderen. Af en toe maakt hij een uitloper in de oostelijke richting, maar die kern blijft vrij standvastig op dezelfde plek liggen. Betekent ook dat de wisselvalligheid gevangen zit boven het Middellandse zeegebied, daar komt het uit eigenlijk dagelijks wel tot een paar stevige buien in de bergachtige gebieden de Pyreneeën en de Alpen kan dat door de hoogteverschillen ook nog wel eens behoorlijk wat wateroverlast opleveren. En bij ons dus dat hoge drukgebied, het blijft daardoor droog, maar de windrichting is wel heel bepalend voor hoe wij het weer gaan ervaren, welke temperaturen we gaan noteren en ook dus hoeveel bewolking we gaan zien. En er is nog een andere factor die impact heeft op de temperatuur, en dat is Sahara-stof. We hebben aan de grond met een noordelijke wind te maken, maar dat wil niet zeggen dat er hogerop in de atmosfeer ook een noordenwind aanwezig is. Dat kan soms best tegen elkaar in bewegen dat we aan de grond een noordelijke wind hebben en op hoogte juist een zuidelijke wind. Dat gaat over elkaar heen dan. En die kleine stofdeeltjes die zorgen er ook voor dat het zonlicht verstrooid wordt. En dat betekent ook dat de temperatuur in de praktijk af en toe wel een paar graden lager kan uitkomen dan bijvoorbeeld de weermodellen berekenen. De komende tijd blijft die wisselvalligheid gevangen in het Middellandse zeegebied en het Sahara-stof weet ook niet heel veel verder noordelijk te komen. Dus die kunnen we in ieder geval wegstrepen als het gaat om de temperatuurbepaling. Dan gaan we die temperatuur er eens even bij pakken. Want dat hoge drukgebied houdt stand. En dat betekent ook dat er bij ons eigenlijk de komende tien dagen zeker. Tot en met dit deel van de pluim, dat we gewoon een noordelijke of een noordoostelijke wind te maken hebben. En vooral die noordelijke winden zorgen voor wat lagere temperaturen en ook iets meer bewolking. Ik heb hier de pluim voor het noordoosten van het land meegenomen. En daar zien we ook dat de maximumtemperatuur ja, in het meest gunstige scenario net boven 20 graden uitkomt. Op de wat langere termijn krijgen die noordoostenwinden iets meer aandeel, iets meer voorkeur in de pluimverwachting. En dan gaat die temperatuur gelijk ook wat hoger oplopen. Maar als we dan even de pluim van het zuidoosten van het land erbij pakken, dan zien we dat die maximumtemperatuur wat ruimer boven 20 graden uitkomt. En dat in deze gebieden dus ook de meeste ruimte voor de zon is. Komende dagen dus noordelijke of noordoostelijke winden, vooral met een noordoostenwind, hogere temperaturen. Het blijft daarbij droog met de meeste zon in het zuiden van het land.